In de vorige video werd de kern van gebiedsgericht werken behandeld. In gebieden komen maatschappelijke opgaven samen, waardoor een complexe situatie ontstaat. Het is belangrijk te erkennen dat maatschappelijke vraagstukken niet beperkt blijven tot één sector, maar juist samenkomen in specifieke gebieden. En dit is waar gebiedsgericht werken om de hoek komt kijken. Met deze methode kan er rekening gehouden worden met alle aspecten en belanghebbenden. Gebiedsgerichte aanpak start ik door het gebied in te gaan en te kijken waar de energie zit. Er zijn partijen die vaak een vraag hebben en daar gaan wij mee aan de slag. Een gebiedsgerichte aanpak die starten we door de opgave in beeld te krijgen aan de voorkant. En de grootste opgave daaruit te filteren. Daar passende data bij te zoeken. Dus de informatie die je eigenlijk nodig hebt om dat in beeld te kunnen krijgen. En die stapelen we. En vanuit daar gaan we dan kijken, waar wil je beginnen? Wat is het meest urgent? Waar vallen win-win situaties te creëren? Wie heb je nodig ook? Welke stakeholders heb je nodig? Dat kunnen we halen uit die data. En dan maken we de eerste contacten. Dit blijft gewoon voor mij een hele interessante. Want we weten dat in dit natuurgebied dat er verdrogingsprikkelen zijn. Dat is een van de belangrijke drukfactoren. En al die kleine puntjes, dat zijn allemaal grondwateronttrekkingen. Ja, officieel zijn er 5 fasen. Preverkenning, verkenning, planfase, realisatie, exploitatie, beheer. Dat zijn 5 fasen. Wij zitten vaak in de eerste fases, preverkenning en verkenning. Dat betekent dat op het moment dat we duidelijk hebben gemaakt wat aan het gebied moet gebeuren, is een visie opgesteld, dan ga je richting uitvoering en dan gaat het terug naar de partijen in het gebied. Voor mij vanuit het dataspoor, het dataperspectief, is het belangrijkste om goed voor in het proces al aanwezig te zijn. Dus bij die preverkenning of verkenningsfase. Om daar al goed scherp te krijgen welke opgaven spelen er en welke data wil je gebruiken om daarvoor een gezamenlijk feitenbeeld of informatiebeeld te creëren. Het is belangrijk om de stakeholders goed te betrekken in dit proces. Dat doen we door ook de passende informatie en data bij die partijen op te vragen. Dus we benutten zoveel mogelijk informatie vanuit verschillende partijen om dat beeld aan de voorkant te kunnen creëren. Vervolgens zitten daar herkenbare datalagen in voor de verschillende stakeholders. En helpt dat ook om hun in het verdere proces bij het maken van keuzes die toch gemaakt moeten worden in zo'n gebiedsproces, om ze daar ook actief betrokken bij te houden. Ja, de samenwerking in zo'n gebied is niet vanzelfsprekend. Sterker nog, op het moment dat het provinciegrenzen verschillend is, dan zou je formeel de samenwerking moeten opzoeken vanuit de ene provincie naar de andere. En dat gebeurt ook wel op een niveau van wat strikt noodzakelijk is, dus bij een Natura 2000 beheerplan bijvoorbeeld. Maar als het gaat om de uitwerking om die gebieden heen waar we nu naar kijken, dan is dat geen vanzelfsprekendheid. Dus die samenwerking is nu wel gevonden doordat we hier samen om de tafel zijn gaan zitten en zijn gaan kijken wat zijn nou de opgaven en de knelpunten. En er is dus nu ook een vervolgafspraak gemaakt waarbij beide provincies toch willen samenwerken om een vervolgstap te zetten in het gebiedsproces. Wat belangrijk is om een gebiedsontwikkeling te laten slagen, en zeker dan nog ook in deze fase die aan het begin zit van de gebiedsontwikkeling, wil je dat het vertrouwen is tussen partijen, dat er draagvlak is, maar dat er ook urgentie wordt beleefd bij partijen. Dus dan moeten mensen ook aan de slag gaan daadwerkelijk en uren leveren. En als je in een vervolgfase zit, dan kom je ook bij aspecten als bestuurlijk commitment die nodig zijn om een vervolgstap te zetten. Om een gebiedsontwikkelingstraject succesvol te laten zijn, is het heel belangrijk dat de personen, de burgers, de ondernemers die uiteindelijk ook betrokken worden in dit proces, dat het voor hen begrijpelijk is wat voor keuzes gemaakt zijn in dit traject. En om dat te kunnen doen, kun je met bepaalde data inzichtelijk maken hoe je die keuzes gemaakt hebt. Dat maakt het vaak makkelijker voor de verantwoordelijke in deze, dus een projectleider van een provincie of een gemeente die met zo'n traject aan de slag is, om
de uitleg goed te kunnen doen. Om het eenvoudig te kunnen maken voor het gebied. Mensen zoals Floris en Lydia, die brengen heel veel kennis en gegevens mee. Vooral vanuit de opgaves, vanuit provincies, vanuit het Rijk. Als gemeente horen wij en krijgen we ook heel veel informatie toegereikt. Maar direct die kennis in het veld inbrengen en met de data aan de slag gaan om in gebiedsopgaves te gaan werken, dat is enorm waardevol.